Ja, ik kreeg die oproep toegestuurd van een aantal vrienden. Die wisten dat ik corona had gehad, maar eigenlijk heel weinig last had gehad. Dus die zeiden, misschien is dat iets voor jou. Dus ik heb inderdaad direct contact opgenomen, want ik weet dat er heel veel problemen zijn momenteel. Met heel veel patiënten die onnodig op de IC zijn. Dus ik dacht, als mijn bloed daar iets in kan helpen, graag. En voorwaarde is dat u ziek bent geweest, genezen en getest? Ja, dus in deze studie kijken ze echt naar mensen die het bewezen hebben gehad. Dus die testresultaten moeten positief zijn. Dat was het geval. En inderdaad, uiteraard weer genezen en klachtenvrij. Dus dat is gelukkig het geval. Bij mij al, ik ben eigenlijk al meer dan bijna 2 weken klachtenvrij. En ik heb het heel kort even gehad, maar wel aantoonbaar gehad. Dus wat dat betreft viel ik precies in de doelgroep voor deze studie. Want kijk, in Nederland zijn er nu ruim 10.000 getest op corona. U bent daar dus één van. Niet iedereen wordt getest, maar u bent dus wel getest. Ja, ik werk in de gezondheidszorg. Ook in een rol waarin het van belang was om snel te weten of ik wel of niet door kon gaan met bepaalde werkzaamheden. Dus ik ben heel snel getest en daar ben ik uiteraard ook heel blij mee. Ik begrijp ook natuurlijk dat het lastig is om heel veel mensen te testen. In de zorg proberen we zoveel mogelijk te testen, omdat mensen ook weer snel aan het werk moeten. Maar wat mij betreft zou de testcapaciteit inderdaad veel breder ingezet mogen worden. Omdat dat toch heel veel duidelijkheid geeft over wat wel of niet aan de hand is. En nou heeft u 2 zakken plasma hier gedoneerd. En over een paar dagen kunnen die wellicht, de antistoffen die u heeft aangemaakt tegen corona, die kunnen al bij andere patiënten toegediend gaan worden. En dan is het hopen, het is onderzoek, dat het effect gaat hebben, uw antistoffen. Dat ze gaat helpen. Ja, dat hoop ik ook. En dat is ook mijn motivatie om hier aan mee te doen, ook op een zulke korte termijn. Want we zoeken natuurlijk met man en macht naar een middel om dit tegen te gaan. En antistoffen van mensen die het hebben gehad is één manier daarvan. Dus vandaar dat ik hoop dat die zakjes van mij daar ook in mee helpen. En blijkt uw plasma nou heel goed te werken? Komt u dan nog veel meer doneren? Nou, de planning is nu dat ik nog 3 keer terugkom. Dus inderdaad, 4 afspraken zijn er gemaakt over de komende weken, iedere week 1. Dus ik hoop hier nog 3 keer te zijn. En hoe voelt u zich nu u wat plasma mist? Ik voel helemaal niks. Ik voel me uitstekend. Net zoals ook bloed geven over het algemeen gewoon heel gezond is. Hè, voor iemand die zelf ook gezond is en waarbij het ijzergehalte op een bepaalde status is. Plasma heeft zelfs nog minder impact, heb ik net geleerd. Dus wat dat betreft, ik voel me prima.